touwtjes printen. Kijk, opgeladen in die softwaren. Zie je, dit zijn de boeren. Dit zijn boutjes van allemaal verschillende lengtes. Ze zijn nu allemaal even lang, maar die linkse dat is 50. En dan degene die ernaast zit, 40 en dan 30 en dan 20. Ja, dat is wel mooi. Dit staat al 10 uurtjes te draaien, dus het is een hele klus, hè? Maar wel mooi. Kijk, dit is het differentieel. Dit is de voedingsas, dus hier zit dan de koppeling, of de motor eigenlijk. Ja, kijk, dus als beide wielen even hard draaien. Ik had geen schroefjes, dus hier zitten wat plakbandjes op, dat ziet er niet uit. Maar kijk, dit kroonwiel drijft deze tandenrad aan. En dan wordt dus de hele as gedraaid. En als ik één wiel stop, dus dit is een band en dit is een band, de achterband, voor achterwielendrijving. Dan zie je dus dat die planeettandwielen gaan draaien, zie je? Deze en deze, die gaan draaien. Zie je? En dan draait deze twee keer zo hard als deze. Zie je? En als ik dit vasthaal, deze tandrad, en ik draai aan deze, dan draait dat wiel de andere kant uit. Deze draait de andere kant uit. Zie je? Is wel leuk. Kijk, hier moet er even een schroefje in, maar die heb ik dus niet. Dus ja, niet gek, zo'n 3D printer. Ik heb nog even wat reservetandwieltjes gemaakt. Dus dat is wel leuk. Kijk, deze dingetjes, daar zitten die asjes mee vast hier zo. Wat reserve. Kijk, hier heb ik de grote schroefjes in gedraaid. Dus hier zit een barst in, zie je. Dus dat is niet zo slim. Maar goed, die print gewoon even een nieuwe. Hè? Maar dit is wel leuk, joh. Ja, dit kan ik rustig aan mijn neefjes laten zien, dit, hè. Ja, heel leuk. Oké, was die weer. Kijk, Ducat. Hij is heel mooi gelukt. Kijk, alle details. Het is een grappig ontwerp. Dit was ooit eens een keer een stenen beeld van een overleden kat. En voordat hij overleed natuurlijk, anders staat hij niet zo. En toen is dat beeld gevallen en toen heeft iemand dat gerestaureerd. Dit gaat over iemand in Engeland. En toen heeft die man er meteen een scan van gemaakt van dat gerepareerde beeld. En dat heeft hij op internet gezet. En dit is nou dat ontwerp wat je gewoon als STL-file kunt downloaden. En kijk, echt gigantische details mee. Kijk joh. Ik heb hier 0,12 mm als resolutie gebruikt. Ik had hem nog fijner kunnen maken. Maar kijk, je ziet de hele haren zie je hier zo. Het is echt heel mooi. Kijk, er ging, gisteravond ging er wat fout. Was hij aan het printen en ineens... ging de buik ineens los en kijk, dan heb ik nog twee losse voetjes. Ja, grappig hè. Maar ik ben al heel wat aan het printen. Kijk, ik heb een flessenopener. Kijk, voor bier. Je kan ook de kroonkurk kun je hiermee open doen. Zie je? Dat is echt keihard dit. Deze, een Mobius lus. Heel leuk. Dus iets zonder begin en einde. En dan heb ik hier een hele leuke. Dit is... een kikkertje, een boomkikker. Dit is het symbool van Vouzet, dat is die download, die cable, die club. Kijk, ook heel mooi gedaan, zie je dat. Het is echt een waanzinnige printer, joh. En nou ja, dit is Keron, hè. Don. Batman. Helemaal gaaf, joh. Maar je kijkt, joh. Echt gigantisch. En dit is echt helemaal leuk. Even kijken. Wat is dit? Dat lijkt op een fluitje, hè. Kijk. Grappig, hè? Ja. En nou ja, dit is, kan niet anders. Ik moet toch een beetje reclame maken voor die club. Kijk, helemaal gaaf, joh. Alsof het uit een spuitgietwerk komt. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee. Kijk, dit is het geheel hier. Dit is allemaal kunststof, geprint door Prusa. Dit is de X-motor. De I-motor zit hier. Dan gaat dit beeld... De plaat gaat naar achter en naar voren. En dan heb je nog twee Z-motoren hier. Eentje hier en eentje hier. En die zorgt dan dat die hele lever omhoog gaat. Dit is een, dit is echt heel dik staal dit. Dat kan haast niet bewegen. Dit is de spoel met filament van Prusa zelf. Dat is, ze maken dat zelf. Dus dit smelt op ongeveer 120 graden. En als je het verder verwarmt, dus naar 200 graden. Dan gaat het niet koken. Dus dat is echt wel heel speciaal. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Het enige wat ik, waar ik niet zo blij mee ben, althans niet hoe ik blij mee. Kijk, je hebt hier een klein, heel simpel menuutje. En ik wil graag een touchscherm maken.
Kijk, hierachter zit, hier zit de CPU. En dat is grappig, daar kan je een kleine microcontroller op zetten. Dat ga ik doen. En daar draait dan, kijk, dit is dan een Arduino'tje, maar er komt een Raspberry Pi Zero W. Komt daarin gestoken. Daar zitten gaatjes voor in. En dan kun je er een webserver in zetten. En aan die webserver kun je gewoon een touchscreen hangen. Dus dat gaat er gebeuren. Dit moet ik dan opnieuw printen. Daar komt dan nog een. Dit wordt dan breder. Er komt dan nog een hoeveelheid display ruimte hier. En dan blijft dit zitten. Want dit vind ik wel interessant. Je ziet alle gegevens. Zie je de temperatuur van het bed en zo. Kijk, je kunt die heel makkelijk printen. Je drukt op knoppie. Je zegt print from SD. Nou kijk, die heb ik gedaan. De cat stretch. Kijk, dit is het fluitje. Wat ik zeg van. Kijk, nou zie je het de boel opwarmen. Kijk, de kop, de heater, die zit hierin. Die kan je hier zien. De koelribbetjes nog hier zo. Hier zie je de elektromagnetische afstandsmeter. Dat ding wordt straks gecalibreerd als die op temperatuur is. Het is echt, alles zit hier op en aan, joh. Het is echt heel mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Dus kijk, je ziet hem langzaam opengaan. Je ziet hier de tijd dat erover doet om het ding te fluitje te maken. Zie je, dit is de snelheid, die staat op 100% ingesteld. Dit is de hoogte van de kop. Kijk, je ziet de extruder al een draadje maken hier zo, zie je? Hij wordt al warm. Ik zal hem er even aftrekken zo. Ja, dat is leuk. Dit is een punt 4 nozzeltje. Kijk, hier zit het. Heel klein. Moet je niet aanraken, dan heb je gelijk verbrande handen. En helemaal leuk is, hier zit een metalen plaat op. Kijk. Magnetisch. Kijk, hier mag je dus. Dit is het eigenlijke element om te warmen. En daar zit een speciale plaat voor in. Die kan je namelijk buigen. En dan kan je het object er heel makkelijk afhalen. Bij andere mensen leveren daar zo'n spatel bij. Ja, dan beschadig je natuurlijk die tafel natuurlijk. Hè. Kijk, hij staat hier op te warmen. Ik zal even laten zien hoe dat werkt. Kijk, die staat er in de nozzel. Kijk, er komt alweer filament uit, zie je. Ik ga op dit motortje nog iets leuks maken. Ik zet er een magneetje op en dan een plaatje, zodat ik de draaiing van de voeding kan zien. Dit werkt met twee tandwieltjes die tegen elkaar aandrukken. En er zit ook een sensor in hier. Kijk, die zit hierin. Daar kan je zien dat die meet of dat ding op is. Als dit op is, dan stopt die. En dan doe je er een nieuwe rol in en dan gaat die gewoon verder. Hè? Deze gaat ook verder als de stroom uitvalt. Dan staat hij in een soort frozen status. En als de stroom weer terugkomt, dan gaat het weer gebeuren. Kijk, de temperaturen zijn bereikt. Zie je? 60 wanted. En kijk, daar gaat hij. Komt een lange draad uit. Maak ik even weg. Dan gaat hij eerst even kalibreren. Wordt wel een lange film dit, maar ja, is toch leuk dit. Kijk, ik zal hem even een beetje naar beneden doen. Kijk, hij gaat op dat bed. Dat is XI0. Kijk, dan gaat hij kalibreren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan gaat hij weer terug naar XI0. En dan gaat hij even een streep plastic maken. Kijk, dat is om de druk op te bouwen in de extruder. Kijk, en dan gaat hij printen. Hij maakt eerst even de omgeving waarin het fluitje wordt gemaakt. Kijk. Nou, die duurt dan een half uur en dan heb je een nieuw fluitje. Ja, heel mooi. Als je dit scant, deze codes, dit zit zo mooi in elkaar, dit hele systeem. Joh. Je ziet precies wanneer die motor gemaakt is, wat de levensduur is en zo. En als je nog graag wil weten hoeveel filament hier op die rol zit, dan zit er hier een barcode hier ergens op die spoel. En je weegt deze hele spoel. En dan geeft hij aan hoeveel er nog op zit. Ja joh, deze man is hier 10 jaar mee bezig geweest. Die Jozef Poussin, deze vent. En dit is helemaal uitgekristalliseerd joh. Hier is eigenlijk niks meer aan te verbeteren. Dit is echt de super printer. Kijk, er zijn misschien nog duurdere printers en zo. Dit is echt het mooiste van NES. Je ziet ook alle datatransmissie hier in dat lidje in kijken.
alle data die van het SD-kaartje komt. Kijk, hier zit het SD-kaartje. Kijk, hier zie je het hele gebeuren hier. Je ziet de naam van de file hier, zie je. PLA, dat is de plastic soort. Fluitje, 0,2 mm, ook heel precies. En dan zie je aan het einde zie je de tijd. Kijk, 34 minuten, zie je. En ik kan hem ook stoppen als ik wil. Kijk, ik druk op het knopje. En dan zeg ik van stop print, zie je. Dat is wel leuk. Dat is weer het infoscreen. Nou, dat was even een korte cursus. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Hé, hey, goed hè, vanuit Istanbul. 26 graden. Doei!